Oké, deze video is bedoeld voor een tweelingvlam. Het maakt niet uit of dat mannelijk of vrouwelijke die is, maar die niet echt goed ziet hoe dat de connectie verder vooruit kan. Dat kan zijn door dat je in een driehoeksverhouding zit, dat kan zijn omdat je in een impasse zit. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ver van elkaar woont, het kan zijn dat er financiële problemen zijn. Dat kan zijn dat er gezondheidsproblemen zijn, wat dat ook maar is voor jou, waardoor je het gevoel hebt dat het niet vooruit kan. En we zien hier ook worry, fear, anxiety, irritated, calming. Dus, we zien wat datgene is dat we moeten weten. Wat is er hier gaande? Dat zien we. Quick action, wish granted, rare, falling, moment in time, luck, dynamic, en condescendent, ik weet niet hoe dat uitspreekt, dazzled, sudden, short-lived, passionate, passing through, enterprising, brilliant. En je ziet ook weer die ram. Dat is ook te maken met vuur, shooting star. Hetgeen wat ik hoor is van, wat is hetgeen dat je wenst? Daar gaat het over. Daar zit jouw uitdaging nu op dat moment. En we krijgen self-aware, wat dat logisch is, want de reden dat je het gevoel hebt dat je vastzit, dat je niet ziet hoe dat vooruit gaat, dat komt voort uit hoe dat je jezelf ziet. Dus vanuit het ego. Want het ego wilt bepalen, het ego wilt controleren, het ego wilt weten van dat pad, dat gaat dan tegen die tijd, dat, de hoe, de wie, de wat, de waar, welke wezen, al die dingen. Oké. Dus kijk in de spiegel, wees eerlijk met jezelf en dan ga je zien wat dat volgende is dat je moet doen of mag doen. Misschien is het zo dat je op dat moment moet wegstappen. Misschien is het zo dat je nog een langere tijd geen actie moet nemen. Maar het kan ook zijn dat je een aantal stappen mag eerst gaan plannen. Plannen in je hoofd, want misschien dat de acties die je neemt niet in overeenstemming zijn met de wens die je hebt. Als je bijvoorbeeld de lotto wilt winnen, dat is een heel stom voorbeeld. Maar als je de lotto wilt winnen, ja, dan vraagt het wel van jou om mee te doen met de lotto. Want hoe kan je anders de lotto gaan winnen? Dat is een heel simpel voorbeeld, maar wel, het maakt wel duidelijk dat er een aantal dingen nodig zijn in jouw mannelijke energie om beweging, motie, want kijk, hier staat ook nog set in motion, om dingen teweeg te brengen, om dingen vooruit te duwen. En dat is ook de druk dat je begint te voelen nu, die pressure. Dat is ook hetgeen dat je voelt. Dus er is iets in je connectie dat je mag doen. Maar niet hetgeen wat je denkt. Ik ga hier eventjes wat hoger leggen. Zo. Nou, ik heb hier nog plaats. Dus wat krijgen we? De dice, de dobbelsteen. Dus hetgeen dat je te doen hebt, gaat jou het gevoel geven dat je dat je heel veel op het spel zet. Dat je heel veel te verliezen hebt, maar dat is ook een illusie. Het is belangrijk dat je je vuur volgt. Hè, want dit is het teken van boogschutter, dat is een vuurteken. En dus hij leert meegaan op de stroom. Wat moeten we nog weten? Oké, yoga, contemplation, ja. Ga naar binnen. Dus ook al wordt je gezegd en nu uitgedaagd van oké, je moet de actie nemen. Het is tijd om actie te nemen. Het is niet zo dat je nu onmiddellijk actie moet nemen. Want het is belangrijk dat je naar binnen gaat en dat je eigenlijk vanuit afstemming een actie kan nemen. En dus niet vanuit de pijn of vanuit onzekerheid of vanuit het tekort of vanuit het gaat niet lukken. Dus zorg dat je eerst heel helder hebt wat dat is dat je wilt, wat dat die wensvervulling moet zijn. En dan moet je eigenlijk eerst naar binnen gaan, voor dan uiteindelijk de stap die je doorgekregen hebt hier uit te voeren. En dan daarna moet je terug weer eigenlijk in die contemplatie, dus in die ontvangstmodus gaan zitten van je heel de vrouwelijke energie. Omdat je moet gaan in die energie van overgave gaan. Waarin dat je vertrouwt in het proces, waarin dat je meegaat met die stroom. Ongeacht hoeveel bochten en turns en wat dan ook dat je brengt. Want dat is geen wat je leert om eigenlijk vanuit jouw eigen energie je wens neer te zetten. En nu in dit geval is bijvoorbeeld
dat je, wat je niet ziet hoe dat vooruit gaat met je tweelingvlam, dat je eigenlijk een vervulde relatie hebt met je tweelingvlam. Beter nog is eigenlijk om te zeggen dat je een vervulde relatie hebt en dan invult wat dat er voor jou, wat dat betekent, een vervullende relatie. Want dat is hetgeen dat dan uiteindelijk alles gaat in motion, in beweging brengen. Alle muzikanten gaan hun eigen partituur spelen om uiteindelijk tot een hele mooie symfonie en een heel mooi resultaat te komen. Dus op dat moment ga jij samen met het universum de partituren gaan spelen. Jij doet jouw deel. Al is dat jij de poken hebt, of de fluit, of de klarinet, of wat dan ook, maakt niet uit. Ik heb meer dan 15 jaar muziek gespeeld, dus vandaar dat ik even mee laat gaan. maar dus, je snapt de vergelijking wel. Jij gaat samen gaan co-creëren met het universum om die wens in vervulling te brengen, maar je mag ook niet te veel gaan doen. Jij moet focussen op vervulling. Jij moet focussen op jouw hartsverlangen. Jij moet focussen op die happy home, op die liefde, op de familie die je misschien wilt, op ergens horen. En wat krijgen we dan? Als je zo doet zoals een kat. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dat hier komt. Want een kat zegt van, ja, het zal wel komen wanneer dat moet komen. En op dat moment ben je eigenlijk zodanig onthecht, zodanig autonoom en gewoon bezig met je eigen minding your own business, dat dan uiteindelijk gewoon al hetgeen wat je wilt, gewoon heel sterk gaat gaan binnenstromen. En wat zien we dat er hier staat? Healing, fertility, eternity, reflection, humility, sexuality, rare peace, soul restoration, growth, strong relationship, balance, free-flowing love, major love, heart chakra. Dat is ook hetgeen wat er in de video ook... welke video was het ook alweer? Wacht, hè. Van angst naar onvoorwaardelijke liefde. Daar ging het ook over opening van hartchakra. Dus ook dat is weer een bevestiging. En we zien aan de onderkant een saffieren. Dus, je mentale kracht is je diamant. Is hetgeen wat je vooruit gaat brengen. Is wat je dan uitspreekt wat je wilt. Wat je gewaardeerd voelt. En dat je uiteindelijk die healing brengt en het dingen. En kijk wat we aan de onderkant hebben. Een familie. Een liefdevolle familie waarin dat je toegewijd bent aan je partner en aan je gezin. Of wat, hoe dat gezin voor jou ook uit. Dat moet erom niet zijn zoals hier met twee kinderen. Dat kan ook zonder kinderen, maar met dieren of wat dan ook. Maakt niet uit. Maar dus, het is oprecht. Het is loyaal. Er is vertrouwen. En iedereen kan gewoon zichzelf zijn. En uiteindelijk is datgene wat iedereen naar verlangt natuurlijk. Van dit hier afronden. Het is zo'n mooie boodschap. Dus, lang verhaal kort. Als je niet ziet hoe er alles vooruit kan, dan is het eigenlijk een bevestiging dat je dingen aan het proberen te forceren bent en te controleren bent, die eigenlijk niet jouw job is. Denk aan de dingen. De dirigent gaat ook niet zelf elk instrument gaan spelen. Dus jij ook niet. Voilà. En dan krijgen we nog. Answer the call. Wat is jouw ziel? Wat vraagt je ziel om te doen? Wat is hetgeen waar hij naartoe geroepen voelt? Waar hij naartoe getrokken voelt? En nog een laatste boodschap. Gelukkig vliegt hij uit. Er twee. Leuk, deze kant op. Wat krijgen we? De tempel van waarheid. Dus de keelchakra. Authenticiteit en zelfexpressie. Wat is hetgeen dat ik je net gezegd heb? Dus dat is een bevestiging daarvan. En wat krijgen we dan ook nog? Souls, zielstar activatie met vervullingen. Soul, zielscontract. En herinneren wie dat je bent. Dat is hetgeen dat je te doen hebt. Dat is jouw ultieme... En misschien zelfs op dit moment het enige waar je moet mee bezig zijn. En dus niet met die twin. Maar wie ben jij? Wie ben jij bedoeld hier te zijn? Voorbij al die 3D-dingen. Voorbij al die materie. Ga voor de spiegel staan. Stel jezelf de vraag. Wie ben ik? Wie ben ik bedoeld om hier te zijn? En dan luister je naar hetgeen waar je binnenkomt. Want het is jouw ziel en je hogere zelf die jou die boodschappen geeft. Het is tijd om
naar buiten te stappen. Het is tijd om die dingen te doen die nodig zijn. Wauw. Oké, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat dat een hele duidelijke en krachtige boodschap is. Waarvoor dank aan het universum. Ik wens jullie alvast een heel fantastische dag. En ik zou zeggen, laat de inzichten integreren. Laat ze zakken. Beluister dus onze video nog eens opnieuw. En als je vragen hebt, zet ze gerust in de chat.